In dit filmpje leer ik jullie een non-toxische lino-snede maken. Als eerste heb je de lino-mesjes nodig. Deze heb je in verschillende vormen en maten. Wat je ook nodig zal hebben is een inktroller. Deze heb je ook in verschillende vormen en maten. Wat je ook nog nodig zal hebben is lino inkt. Deze heb je in verschillende kleuren. De inkt die we voor deze lino gaan gebruiken is gebaseerd op water. Als volgt heb je ook een stukje lino nodig. Je hebt ook voldoende papier nodig. Je hebt papier nodig om je ontwerp op te tekenen, maar je hebt ook papier nodig om je lino op af te drukken. Wat je ook nog kan gebruiken is carbonpapier. Door dit papier kan je op een heel eenvoudige manier je getekend ontwerp op je stuk lino overtekenen. Wat je ook nodig zal hebben is iets om je inkt op uit te rollen. In dit filmpje heb ik een deksel van een oude koekendoos gebruikt. Je hebt ook een lepel nodig om je ontwerpen mee af te drukken. En natuurlijk ook water en keukenrol of een vod om je inkt achteraf mee op te kuisen. Nu ga ik je laten zien hoe dat je je getekend ontwerp op je stukje lino kan overtekenen. Zoals je kan zien hebben we er al een stukje carbonpapier bij genomen. Het stukje carbonpapier leg je op je stukje lino. Als volgt leg je je getekend ontwerp op het stuk carbonpapier. Je tekent het ontwerp voorzichtig over. Als je hierna je stukje papier eraf haalt, zal je zien dat je getekend ontwerp op een nette manier op je stukje lino is overgetekend. Hierna kan je beginnen met snijden van je lino. Zorg er altijd voor dat je van je handen afsnijdt. Anders is de kans groot dat je per ongeluk in je vingers of in je hand snijdt. Dit kan zeer gevaarlijk zijn. Als je moeilijkheden ondervindt met snijden, omdat je stuk lino niet zacht genoeg is, kan je ervoor kiezen om het eerst even op de verwarming te leggen. Hierdoor zal het stukje lino soepeler aanvoelen. Als je gedaan hebt met snijden, is je lino-ontwerp klaar. Nu gaan we er de inkt en de inktroller bij nemen. Zorg altijd dat je niet te veel, maar ook niet te weinig inkt gebruikt. Zorg er ook voor dat je tijdens het uitrollen van je inkt je volledige inktrol hebt bedekt met inkt.
Controleer je roller altijd of alle inkt mooi is uitgestreken. Als volgt neem je uitgesneden lino-ontwerp erbij. Nu kunnen we beginnen met de lino in te inkten. Let er wel op dat de hoeveelheid inkt die je zal gebruiken, zal bepalen wat voor een druk je krijgt. Als dit is gebeurd, is het tijd om je lino af te drukken. Zorg er altijd voor dat het papier wat je gebruikt om je lino mee af te drukken, netjes in het midden ligt van je ontwerp. Om deze lino af te drukken, gaan we een lepel gebruiken. Zorg ervoor dat je het volledige oppervlakte bedrukt met je lepel. Dit vergroot de kans dat je volledige ontwerp zal worden afgedrukt. Als dit is gebeurd, kan je het papier voorzichtig van je linosnede afhalen. Zo, nu is je linodruk klaar. Als je linodruk klaar is, kan je hem even aan de kant leggen om te drogen. Zorg er ook altijd voor dat je je materiaal goed uitwast. Als je dit niet doet, is de kans groot dat je materiaal beschadigd wordt. Zo, dit was mijn tutorial filmpje over hoe dat je op een eenvoudige manier een non-toxische linosnede kan maken. Hartelijk bedankt voor jullie aandacht.